Yo mensen, daar ben ik nog een keer, tweede versie. Ga een magneetje opknopen, op precies op de goede manier hoe het hoort. Zorg er altijd voor dat je magneet qua dingetje goed aangedraaid is. Demonstratie, even wat pakken, kan ik het niet laten zien. Koop een goede schroevendraaier, dus nou doe dat bij de Action, want dan ben je niet zo duur uit. Kijk, zie je, die kun je losdraaien. Dat kan dus in het water ook gebeuren. Water, je weet natuurlijk, water is ijzersterk, dus je moet er een schroevendraaier het gaatje in doen. En dan draai je hem best zo lang vast, tot je niet meer verder kan. Je kan het ook in de bankschroef doen, dan ben je sterk, maar kijk wel uit dat je het schroefdraaier niet kapot draait. Het kan allemaal kapot. IJzer kan altijd kapot. Daar heb je eerst nodig. Heb gedaan. Ik heb hem aangedraaid. Nu gaan we hem opknopen. Stuk A. In de vorige versie vertelde ik dat je bergbeklimtouw moet hebben. Dat is het beste wat er is. Het is wel wat duur, dat is 15 euro, 16 euro. Bij de kawaii kun je dat kopen. Maar het is wel super steengoed spul. Die doe je erin. En doe je zo. Slow motion. Of terug. Trek je hem aan. Ja, ik kan de magneet niet altijd dichtbij houden, want het is niet goed voor de telefoon, wat ik in de vorige versie vertelde. En dan ga je het volgende doen. Dan je dus je benen en dan ga je hoopjes leggen. Zo blijven staan. En dan doe je een knoopje achterste voren. En zo knoop je net zo lang je touw op dat je niet meer verder kan. Voordeel is dat als je dit onder water hebt, dan kan het losgaan. Omdat je het niet gelijmd hebt. En dat kan altijd op een rare manier, wat voor reden dan ook, losgaan. Kijk, nu zit het al een beetje los, dus je moet altijd goed bij nadenken, even goed vastknopen. En dan is het goed, ja. Nou, zie je? Opgeknoopt. Dankjewel voor het kijken.